Welkom bij deze eerste videoblog van Numentum voor beelddenkers op het werk. Ik kreeg onlangs een vraag van Anneke. En Anneke vroeg me: wat als je merkt dat wat je ziet en wat je hoort, bijvoorbeeld tijdens een vergadering, niet altijd klopt? Ik merk voor mezelf daarbij een padstelling. Aan de ene kant weet ik dat wat ik waarneem klopt en dat wat ik zie bij anderen niet klopt, de woorden, de houding. Maar als ik het aankaarte, is de reactie dat wat ik waarneem niet klopt. Vroeger ging ik ervan uit dat zij gelijk hadden, wat tot problemen leidde. Maar hoe kun je zoiets aankaarten op een manier die positief en opbouwend is? Maar tegelijk hun ogen opent voor wat ik bedoel te zeggen. Tot zover de vraag van Anneke. Wat gebeurt er op zo'n moment met een beelddenker? Zo'n situatie creëert stress en frustratie en dan worden beelddenkers emotioneel. Zoals Anneke zelf ook al aangaf, is vaak jouw eerste reactie als beelddenker te gaan twijfelen aan jezelf. Maar laat ons er in dit geval van uitgaan dat je geen twijfels hebt over wat jij ervaart. Het is te zeggen dat je weet dat wat er in deze situatie niet klopt. Beelddenkers zijn chaotisch als ze iets willen vertellen of iets willen aanbrengen. En uiteraard word je dan niet gehoord. Wat jij wil, is nuchter en feitelijk aangeven wat je ervaart in deze bewuste situatie. Objectief weergeven wat er speelt als een neutrale waarnemer. Dus zonder enige vorm van persoonlijke emotie en zonder de ander persoonlijk te willen aanvallen. Dus de eerste stap is om een duidelijke scheiding te maken tussen wat bij jou een emotionele reactie uitlokt en de feiten. Ik pak dit zelf aan door als toeschouwer naar de situatie te kijken en dus afstand te nemen. Voor de mensen die de Muppet Show nog kennen van vroeger, ik zet me op het balkon tussen Waldorf en Stadlin. Ik bekijk vandaar de situatie opnieuw. En het is als het ware alsof ik naar een toneelvoorstelling zit te kijken waarin ik zelf als acteur meespeel. In een volgende stap ga je dan als neutrale waarnemer aan je collega of aan je partner vertellen wat je ervaart, zodat de ander begrijpt wat je wil vertellen, maar zonder het gevoel te willen geven dat jij de andere persoon wil aanvallen of in zijn ongelijk stellen. Vergeet niet dat deze persoon dezelfde situatie ervaart vanuit een totaal andere hoek of perspectief. Een goede basismethode om dit aan te pakken is via de technieken van de geweldloze of de verbindende communicatie, het model van Marshall Rosenberg. De cruciale factoren in het slagen van dit gesprek zijn: in een eerste stap ga je nuchter en zakelijk vertellen wat je ziet of hoort zonder persoonlijke emoties, dus die laat je allemaal achterwege. En in een tweede stap ga je het verhaal zo objectief mogelijk vertellen, zodat de ander zich ook niet aangevallen voelt. Anneke, laat even weten of dit een antwoord is op je vraag. Heb jij ook een vraag? Aarzel dan niet om ze onderaan deze videoblog te stellen. Misschien komt jouw vraag aan bod in een van de volgende artikels of in de volgende videoblog. Ik ben Saskia Smet. Ik begeleid met Numentum gedreven mannen en vrouwen die beelddenker zijn. Ik leer hen hoe ze zichzelf kunnen blijven in een lineair georganiseerde wereld, zodat ze hun beelddenkerstalenten maximaal kunnen gaan inzetten en meer resultaten halen met minder moeite en vooral minder stress. Zodat ook zij hun steentje kunnen bijdragen aan de resultaten van hun team of organisatie.